Oh, we zijn tevreden hier op de Hobbit Stay. Iedereen bouwt mee aan het Ecohuis in Spee. Daar zijn we weer. Van Finding a Better Way to Live. We zijn op de Hobbit Stay in Drenthe. En we zijn hier omdat er achter ons in beeld een ecohuis in de bouw is. En daar gaan we leemmuren stukken op stroopbalen. We zullen eens zien wat Finding a Better Way to Live hier kan betekenen. Het unieke van stroopbalen muren met leem is dat het een ademende muren zijn. Dus het is dampdoorlatend. In tegenstelling tot wat nou veel gedaan wordt, overal plastic tussen en alles juist dicht. En dan geforceerde ventilatie. We hebben wij gekozen voor dus dampdoorlatende muren, dat het binnenklimaat altijd goed is eigenlijk. Als je dus machinaal de leem verpompt, dan komt hier een borst van leem uit. Dan heb je een compressor en die zorgt er eigenlijk voor dat de leem dan tegen de muur aan wordt geblazen eigenlijk gewoon. En het is belangrijk om te beseffen dat er tussen leem is en een compressor. We zijn dus leem aan het stukken, althans dat proberen we. De hele boel is nu weer naar beneden gelopen om iets te checken met de machine. Doordat het leem niet helemaal zuiver is, raakt die slang steeds verstopt met brokjes, steentjes, takjes. En dan moeten ze hem dus weer helemaal leeg spoelen. Ik en Esther gaan aan die kant wonen met 2 kinderen en Ted en ik met 4 kinderen aan die kant. Waarom wil jij dit? Waarom wil je dit neerzetten? Zo gave kans om je eigen huis te mogen bouwen. Heus niet alles zelf aangeraakt of zo, maar ik ben erbij en ik zie het groeien. En het staat er binnen een jaar. Dat is waanzinnig. Oh, wat zijn we blij, de muren in de klei. Het zonnetje erbij en de zwijntjes in de wei. Here first, wait a second or two, then mud. I'm going to spray with mud on a wall. I feel like a bit inept. You can go around the edges and really force it into the corners. Learning by doing. Best wel zwaar zo'n leemspuit, weet je dat? Maar ik heb nu wel mijn eigen stukje muur hierachter helemaal zelf gespoten. Het heeft wat duurzame foefjes en zo. Niet foefjes, het is één grote foef. We hebben eerst een zogenaamde oogstkaart aangelegd. Zo van, hè, hier wonen wij, een cirkel eromheen. En wat is er lokaal aan restmateriaal te vinden? De architect is aan de hand van deze balken hebben we gaan echt daadwerkelijk gaan tekenen. Dus dat is ook al een hele unieke werkwijze. In een bouwproject vlakbij is heel prachtig leem ontdekt in de grond. En die leem is hier naartoe gebracht, dus wat je hier achter me ziet is nog heel grof. Het leem wordt uitgegraven en wordt onder deze constructie te drogen gelegd. En daarna wordt het nog extra gezeefd. En daardoor is het nu zo mooi zacht, waardoor het zich goed laat mengen voor het leemstukken. Het is de bedoeling eigenlijk dat het een soort Nederlandse earthship wordt. Wat dan dus zelfvoorzienend is. Dat is de kas die zorgt dan voor de warmte in het huis. Er komt een 40 centimeter leemlaag vloer op. En die slaat dan de warmte op van de kas. Je kunt je toch voorstellen dat het hier uiteindelijk onwijs chillend gaat zijn. Moet je kijken, joh, dat dak en al die wolken die je zo ziet overdrijven. Oh ja, zonnetje. Het zit erop, dames en heren. 3 dagen leemstukken. We hebben hard ons best gedaan. We hopen dat jullie van dit filmpje genoten hebben. Als jullie het leuk vonden, kan je ons liken op Facebook of op YouTube. Je inschrijven voor onze nieuwsbrief op de website. En dan zeggen wij nu, het is tijd om je computer dicht te doen en om lekker naar buiten te gaan. Tot de volgende keer en doei!